Kijkers, en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Steven de Remers. Kijk, klein beetje slecht nieuws. Ik keek net naar mijn vlog. Dus van gisteren. En wat kom ik tot conclusie? Dat dit alleen maar een beeld is. En dan klik ik hier van onder of vooruit. Zie ik continu dezelfde beeld. Ah! Dus ik ga het dus opnieuw moeten in de render gooien. Dus wat doe ik dan? Ziet, naam aanwijzigen. Kopiëren. Hubset re. Full HD. Volgende. Plakken. En dan toepassing sluiten. Ja. Je ziet, ik doe zoveel, probeer altijd zoveel moeite te doen om een vlog correct af te leveren aan jullie. Maar soms lukt dat dus niet. En nu ga ik eens even ook eens kijken naar Decathlon. Ook voor weer nu wat materiaal. Voor ja, bijvoorbeeld voor te kunnen gaan, ergens te kunnen gaan slapen of zo. Heb ik ook slaapmatjes nodig. Dus ik ga afstappen van de luchtmatras en dan ga ik iets heel anders er kopen voor op te kunnen slapen. Voilà. Dus dan ga ik ook nog even zo zitten in te neuzen en al. En dan, ja. Ja, slaap eens opzoeken. Slaap. Slaap. Slaapzakken kom ik hier dan tegen. Maar hoe noemen we zo van die slaapbedjes? Oh, dan ben ik wel aan het zoeken. Dus ik kom hier wel echt heel veel dingen tegen van slaap. Zie dus. Maar niet wat ik zoek. Slaapzakken. Ja. Hoe kun je dat beter opzoeken? Ik weet het niet. Accessoires. Handdoeken. Wacht, hè. Reisportassen. Nee. Help! Kinderen? Nee. Heren? Ja, dat kom ik alleen maar op schoenen en al tegen. Dames? Ook weer als voor schoenen. Dan alle sport, gewichten. Wandelen, misschien tussen bij het wandelen. Sportief wandelen en accessoires. Misschien dat daar tussen staat. Oh, dat wordt dus een zoektocht, een naald in een hooiberg. Jee. Dat gaat echt heel leuk zijn. Dus ik ben nu echt aan het zoeken. Dat ziet dat maar eens aan. Ik ben maar aan het zoeken. Zo een bedje. Wacht, hè. Bed. Ik ga gewoon zo bed. Bed. Yes, ik heb het gevonden. Zoiets zoek ik. Maar dan in een tweepersoons. Yes, de tweepersoons. Verlaagt de prijs van €120. Dus toevoegen in de winkel. Eens even kijken. Unieke grootte of voorraad. Oké. Dat gaat leuk zijn ook om te kunnen slapen. Oh, zalig. Ja. Oh, toegevoegd in een winkelmandje. Voilà. Dan ga ik dat eens betalen. Shop nu, betaal in 30 dagen. Blablabla. Gratis in de winkel. Gratis afhalen in de winkel. Gratis retour binnen 365 dagen. Gratis thuisbezorg vanaf €59, dus ik zit daarboven, dus ik zit op €100, dus dat is goed. Oké, valideer het winkelmandje.
Ik heb nog geen account op Decathlon, dus dan gaan we een account aanmaken via Google dan. Dan gaan we altijd het snelste doorgaan. Jee, extra informatie. Dat is dus mijn e-mailadres. Ja, ik wil korting van een keer. Ja, bevestigd. Ja, volgende. Dat het gekoppeld is. Hoehoe, jee. Voilà. Nu nog mijn persoonlijke gegevens even invullen. En dan, ja. Zien we het wel. Allee, ik zie jullie allemaal straks terug. Yo, 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 yo. Ik ga nu lekker heerlijke tasje koffie drinken. Zo, ik ga jullie al één ding zeggen. Geniet maar weer al van een wandelvlog. We gaan een hele mooie route doen van om de beide 4-5 kilometer. Wandelroute 4 kilometer. Het zijn dus de rode pijlen die we moeten gaan volgen. Dus deze hier. Ja, en wacht, hè, we staan nu hier. Ik ben nu aan het kijken. Waar een picknickbank is. Dat is pas hier bij de heuvels. Dus dan moeten we achteruit gaan. Ja. En de blauwe is de allerlangste route. En die route is 12 kilometer. Dat is voor een hele fiets. Ja, fietsnetwerk, ja. Fiets. De wandel is alleen hier. De rest Ja. is alleen. Voilà. Dus we gaan in Forsen wandelen. Ik zal zeggen, geniet ervan. Dan moeten we. Ja, gewoon rechtdoor op de best, zeker. Ja, zie je het ook? We gaan hier heel even een kleine break nemen. En ik zie dat ik mijn gordel slecht aan had. Voilà, nu wel goed. Ah, wel, hier zijn drie mooie heuveltjes. Wauw. Die de Romeinen hebben aangelegd. En wauw. Ja, een hele grote vliegtuig dat jullie kunnen zien. En dan ga ik jullie ook nog naar een hele mooie uitkijkpunt nemen. Even geduld, mensen. Ik hoop dat de muziek nu niet te hard staat, dat jullie toch mijn gepraat toch kunnen horen. Kijk eens hier. Kijk hier op deze punt staan. Wauw, kijk dat eens aan. Ik ga jullie het nu laten zien. Ik ga een 360 doen. Daar zitten we. In. Kijk eens. Hier zijn we aan het genieten. Van het heerlijke, heerlijke zonnetje. En de mensen die hebben gezegd van wandelen, zwemmen. Is niet goed voor de rug. Waarom zegt de dokter het totaal anders? Zwemmen en wandelen is wel goed voor mijn rug, dat je dan je spieren gaat ontspannen. Voilà. Ik heb nog altijd wel last van mijn pols, dat wel. Maar dat is ook nog naar de goede kant uit aan het gaan. En nu was ik zo wat aan het wandelen. En overal ook zo wat rond aan het kijken. Jullie zien dat ik niet in de camera kijk. Want ik was echt aan het zoeken naar iets
heel schoon. Lieve geestbeestjes, maar op het eerste gezicht geen te vinden. Oh. Maar wel ginder een mooie vlinder. We gaan nu heel rustig naar de vlinder toe. Jullie kunnen die misschien zobiet nog zien wegvliegen. Daar zijn. Wauw. Het is heel mooi open en dan nog een hele mooie grote. Zien jullie het? Ze gaan het draaien, die is er wat... Is dat niet al aan het eten, denk ik? Zie je, dat is zo mooi. Daar zo. Vlinders kunnen echt heel mooi zijn, vind ik. Oh. Voilà, sir. Allee, mensen, ik zie jullie allemaal thuis terug. Ik zal zeggen, geniet maar weer al verder van de wandelvlog. Nee, ik zie ze nu niet meer zitten. Was het juist? Ah, stijf meer, geen zetmeel. Misschien voor het nog te verbeteren in deze fragment. En dan vind ik ook zo wel die gele bloemetjes, die wit-gele bloemetjes. Die vind ik ook wel echt heel mooi. Ik weet niet hoe die bloemetjes heten, laat het even in de comments weten. Dan hebben jullie ook wel een kleine interactie om het te laten weten. En kijk eens wat een mooi uitzicht dat we hier hebben. Wauw. Zalig. Bij het volgende uitkijkpunt van onze wandeling. Toen was daar een klein stukje terugwandelen. Ah, hier staat ook nog iets op. Iedere heuvel is een grafmonument. Respecteer dat en klim er niet op. Dus daar moet je dus niet op klimmen. Dan weten we dat. Dan gaan we dat ook niet beklimmen, dan blijven we gewoon op het pad. Voilà. En dan komen we ook aan onze uitkijkpunten. Ziet dat eens aan. Wauw. Ginder de molens. En dan hier de heuveltjes. Hè. En daar. Hawaii man, wat een uitzicht. Wauw. Ik zeg het u. Ik ben aan het zwieten. Oh. Er staat een mooie vlinder juist voor mij. Met de vleugeltjes open. Ik zet één voetstap en dan vliegt ze weg. Of hij weg. Ik weet niet of ze een ei op mijn zij is. Maar, even dit is door. Ik ben wel goed aan het bezwieten. Dat is goed, dat mijn calorieën aan verbranden. Maar ook nog eens, dat ik ook wat meer kilometertjes kan gaan wandelen, ook weer over jullie. Om nog wat langere timeslapjes en al te maken. Dus ja. En de bijkers zijn ook weer al heel goed bezig. Kijk maar. Ja, er zijn er wel veel hier hoor. Amai, ik zweet ervan. Ik ben wel blij dat het zonnetje niet meer zo hard schijnt sinds het begin van de wandeltocht. Ik moet ook wel wat oppassen
waar ik wandel, want zelfs, wacht hè, hier moest Pasta ergens in de buurt. Wat moet die al nu al terug al weg zijn? Dat kan niet dat die, want ik zag die toch juist zo zitten. Dat kan niet dat die. Ja, ik vind hem niet. Ik vind hem niet. Nee. Als ik hem terug zie, zo voor naar onder te gaan, dan film ik die wel hoor. Ik zie hem nu niet zitten op de eerste vlak. Dus, ah jawel, ik zie hem wel zitten nu. Jawel, jawel, jawel. Kijk eens. Ook oppassen met deze kleine diertjes. De lieve heersbeestjes, dat we die ook niet kapot trappen, hè. Dat is ook voedzaam voor de natuur. Dat kapot trappen? Nee. De lieve heersbeestjes, dat die ook hun eigen werk kunnen verder doen. Voilà. En nu ga ik zelf ook genieten van de verdere wandeltocht. Ik ga terug naar mijn maatje en mijn lievertje. En dan gaan we zo stokjes ervan richting de wagen toe. En dan zit de wandeling er weer al op, hè. Ja, ja, Vlieske. Ik weet dat je graag bij mij zit, maar ik niet. Hey, yo. Allee. Tot straks allemaal. Yo, yo, yo. De wandeling hebben we gedaan hier in Vorsen. Een 5 kilometer wandeling. Even wachten, want er is een auto daar. Ah, die moet daar ook in. Oké, dan gaan we maar rechtdoor dan al. Voilà. En dan kunnen we terug naar onze boeleke gaan en dan lekker wandelen. Lekker terug naar huis gaan. Allee, jojo. Gisteren na de wandeling was mijn sleutels tussen de liftschaft gevallen. Dus helemaal naar onder toe. Waardoor ik ook mijn vlog niet heb kunnen afsluiten. Dus en ook vandaag al mijn vlog nog niet kunnen opstarten. Want het is nu al 12 uur is middags. Dus ik heb nu pas mijn vlog kunnen in elkaar steken, want ik heb uiteindelijk toch mijn sleutels terug kunnen vastkrijgen. Dankjewel mijn vader daarvoor, voor mij ook te helpen. Maar meer daarover, de vlog later. Vergeet geen duimpje omhoog te doen, vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal en vergeet ook het belletje niet te drukken. Dan blijf je op de hoogte beneden dat er een nieuwe vlog, video of een livestream is. Zoals altijd, yo, 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 yo.